Vandaag de 9e etappe van Henry Wandel de Zuiderwaterlinie van Geertruidenberg naar Raamsdonkveer. Samen met oud-wethouder Bert van Kieboom, nieuwe wethouder John van Vught, Joke Serraris van de Heemkundekring hier uit deze omgeving. En dadelijk Veronique de Kort van Routebureau Brabant, want we gaan vandaag de Zuiderwaterlinie wandelroute ook echt markeren. Het ding kost een kleine 8 mil, dat is steenhard hout. En toen heb ik gezegd, maar als we dit nou eens laten maken hier door het Doornmond College, dat is het VMBO, Technasium, HAVO en VWO, dan stellen wij het materiaal beschikbaar. Ik trommel een aantal gepensioneerde restaurateurs op. En die jongelui zijn begonnen. De eerste keer 2. En dat deden ze 1 dag in de week. Aanvankelijk is eerst de kerk gebouwd, hè? Dus dan ga je naar de echte oprichting van Den Berg, de eerste huisvesting, de kerk. Ja. Vervolgens is dat gedeelte waar dat stadhuis staat, door de heren Polanen gebouwd. En het derde was ons grote pand, want dat is best een groot complex met dat blauwe dak en een diepte naar achteren met dat rode dak. Daar werd de leenheer neergezet. Dus er waren de 3 belangrijkste stenen huizen aan de markt. En dan van Lievelee voegt zich daar van alles bij. Ja, ze komen echt van heinde en verre om hier een leuk dagje uit te hebben. Want wat kun je doen? Ze kunnen hier bijvoorbeeld gebruik maken van een escape room. We hebben 14 elektrische sloepen voor de deur liggen die we met diverse GPS-tochten de biesbos insturen. Maar met betrekking tot de inrichting hadden we eigenlijk gewoon vrij spel. Vrij spel in de zin naast de monumentale waarde? Ja, ja, er mocht eigenlijk nog geen schroefje in de muur en daar is ook gelukt. Wij hebben 2 serieuze interieurbouwkandidaten laten komen. En we hebben gewoon gezegd, nou, dit is de ruimte. En wat gaan we ermee doen? Nou, die kwamen alle 2 met een prachtige visual. We staan er nu, deze mooie borden van De Sprong. Nog 14 dagen ben ik al een klein stukje verder op de Zuiderwaterlinieroute, maar ik ben er wel bij. Deze mooie zaterdag 23 juni bij De Sprong. Veronique, de markering voor de Zuiderwaterlinie. We hebben vandaag eentje al op het paaltje bevestigd. Klopt. Wat staat er te gebeuren? Wij zijn met Routebureau Brabant de Zuiderwaterlinie aan het neerleggen in het veld. We monteren daarbij bij iedere knooppuntpaal die je tegenkomt een Zuiderwaterlinie schildje, zodat de wandelaar ziet dat hij op de Zuiderwaterlinie wandelt. Nou, de laatste wandeldag, 16 september, dan wandel jij naar Graven. Ja. En dan vinden we het heel erg leuk om het wandelpad te openen. En dan is het routeboekje verkrijgbaar, er zijn de wandelpanelen te zien, dus dan hopen we dat iedereen de route gaat wandelen.